visitekaartje prijkt ondertussen de titel Wellbeing Director. Als je vandaag intikt op Google, mijn werk maakt me, dan komt er, maakt me ziek, maakt me ongelukkig, maakt me depressief. En wat ik probeer te doen, is dat dit in die bedrijven niet langer het geval is. Dus dat je daar kan zeggen, ik ben hier gelukkig, ik werk hier graag en ik heb hier heel veel energie. Ik hoop mijn publiek enorm te kunnen inspireren met vooral veel praktische tips hoe dat je door kleine aanpassingen in zowel je werkleven als je privéleven veel gelukkiger en veel energieker door het leven gaat. Ik geloof er heel sterk in dat gelukkige en gezonde medewerkers, dat echt uw kapitaal is als bedrijfsleider. Dus de tips die Jan geeft, ik zou ze met beide handen vastgrijpen. We komen toe en we beginnen onze mails te lezen. En dan gaan we een praatje doen en dan hebben we een telefoon. En dan gaan we terug even doordoen aan iets. En dan laten we het weer en dan doen we het terug door. Ik wou niet een zoveelste boek met tips tegen stress en burn-out, maar gewoon een boek dat de mensen meeneemt in een positief verhaal. Hoe dat je met kleine tips niet meer aftelt naar het weekend omdat je moe en fitloos bent, maar hoe dat je met heel veel energie gewoon aan een nieuwe werkweek kan starten. Wat ik bijzonder leuk vond, dat is dat je op tijd ook zelf terug moet energie geven door beweging. We hebben dat hier collectief in de zaal gedaan en effectief, je voelde nadien direct dat de zaal veel meer energie had. En ik voelde het ook bij mezelf persoonlijk. Ik heb elke maand een rubriek Happy at Working Feeling, waar ik probeer een goede mix te hebben van onderwerpen die zowel de leidinggevende kunnen inspireren als de medewerkers zelf. Zaken over gezondheid, zaken over focus, informatie uit wetenschappelijk onderzoek. Dus eigenlijk probeer ik altijd 5 thema's aan bod te laten komen die weer nieuwe inzichten en weer nieuwe tips geven aan de lezers.